Ik ben wereldberoemd in China. Wij hadden daar 100 miljoen kijkers. En de klok sloeg om. En het was 1 januari 2000. En er gebeurde niks. Waarom trappen journalisten in verhalen over puma's op de Veluwe? De Universiteit van Nederland presenteert onderzoeksjournaliste doctorandus Margot Smit. Ik denk dat u het allemaal wel kent. U heeft gisteravond Nationaal gekeken, naar RTL Nieuws gekeken. U heeft Nieuwsuur gezien. U heeft de krant gelezen, vanmorgen al vanavond weer. Zulke nieuwsconsumenten zijn er. Ik ben niet de enige gek die zo in elkaar zit. En waar praat u nou de volgende morgen over bij het koffieapparaat? Over een zebra die aan de leeuwen is gevoerd. Giraf was het. Het was een giraf. Beestjes, journalisten en beestjes. Wij zijn dol op beestjes. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom. Ik heb er ook wel eens naar gezocht. En dan krijg je van die verklaringen van die psychologie van de koude grond. Het is aaibaar, het is leuk. We hoeven er geen confronterende vragen aan te stellen. Want ze zeggen altijd hetzelfde, namelijk woef of miauw. Waarom zijn wij zo gek op beestjes? En waarom zwichten wij toch elke keer weer voor verhalen zoals deze? 2005, puma op de Veluwe. Ziet u hem? Puma, hè? Echt een puma. Ja. De politie in Ede deed het bericht rondgaan dat er een puma-achtige was gesignaleerd op de Veluwe. Hele teams gingen erop af. De organisatie van katachtigen ging vertellen dat dat toch eigenlijk niet kon, want dan moest die ontsnapt zijn ergens. Alarm, alarm. Puma op de Veluwe. Het jammere was alleen dat er nooit echt bewijs van is geleverd dat het een puma was. Want als u een vergrootglas op mijn kat zet, krijgt u ook ongeveer dit. Alleen is die rood. Gaan we fast forward naar 2013, de zomer. Die kent u ook vast nog wel. De wolf heeft Nederland weer gevonden na een afwezigheid van meer dan anderhalve eeuw. Het bewijs ligt in Museum Naturalis in Leiden. Onderzoekers daar hebben vastgesteld dat het dier dat vorige week in Luttelgeest in de Noordoostpolder werd doodgereden geen grote hond is, maar vrijwel zeker een wolf. Nou, je kunt wel zien dat het in elk geval een groot dier is. Was. Een wolf, hè? Ja, echt een wolf. Het was ook echt een wolf. In dit geval, het klopte, het was een wolf. En het verhaal was, ze, want het was een vrouwtje, heeft zelf de weg naar Nederland gevonden. Zij is hier zelf naartoe gekomen. Vanuit de Karpaten. Zover zou het gaan. Houdt u dat beeld van die wolf even in uw hoofd. Wij vonden het geweldig afgelopen zomer. En daar zeg ik meteen een van de redenen waarom wij op bepaalde tijdstippen van het jaar zo dol zijn op beestjes in de journalistiek. Het was een uitzonderlijk nieuwsfeit, net als die puma. Dat maakte het dus inderdaad bijzonder. Een puma die er helemaal niet hoort te zijn, of een wolf die zelf de weg heeft gevonden, is een uitzonderlijk verhaal. En het tweede, het tijdstip van het jaar, het was komkommertijd. Wij zijn overigens niet de enige die die term gebruiken. Ik heb het opgezocht. Wij gebruiken het in Nederland sinds 1787. En de Engelsen noemen het bijvoorbeeld silly season. Dat zegt al iets meer. En we hebben de Noren, die noemen het augurktiet. Maar het is dus bekend in de journalistiek. Op dit soort tijdstippen zijn wij dol op beestjes. Want het is dan stil in het nieuws. En dat is ook het moment waarop dan ontstaat, waar inmiddels veel onderzoek naar is gedaan, met name door een collega uit Amsterdam, Peter Vasterman, de hype. De hype. Wat is een hype? Hij heeft het beschreven en hij heeft het prachtig geanalyseerd. En die wolf, u zult het merken, en zeker die puma, die paste daar behoorlijk in. Het ging om onverwacht, opvallend nieuws. Het was een incident, maar het kreeg vervolgens door ons, door de journalistiek, kreeg het wat context. Nou, interessant, want hij heeft zelf de weg teruggevonden. Interessant, want die puma hoort daar helemaal niet. Dat noemen we framing. Een term die in journalistiek onderzoek veel gebruikt wordt. Het item werd in een bepaalde context gezet. Opmerkelijk. En er komen reacties.
bij de wolf bijvoorbeeld, van die onderzoeksinstituten. Twee keurige onderzoeksinstituten die wolf zijn gaan ontleden en zijn gaan uitzoeken of die wolf inderdaad zelf de weg terug had gevonden. En dan gaat het snel op een goed moment. Dan gaan journalisten het zien als een soort topje van de ijsberg. Dan zeggen ze, oh, hier is, als die wolf dan terug is, dan zegt dat iets over ons milieu. Dan gaat het misschien wel heel goed met ons milieu. En dan krijg je reacties van belangengroeperingen en van politici die zeggen, we moeten meer corridors hebben, zodat de beesten hun weg kunnen vinden. Wij bouwen ecoducten en dan gaan we er geld aan uitgeven. En dan hebben we de hype. Als er tenminste uiteindelijk, zoals met die puma, inderdaad niks aan de hand was. Want die puma, we hebben het nooit kunnen bewijzen. Die wolf, daar komen we zo nog even op terug. Hou die wolf in uw hoofd. Je kunt zeggen, is dat nou erg? Want ja, dat nieuws moet vol. Het is zomer, het nieuws moet vol. Iedereen wil dat toch wel weten. Iedereen wil bij die koffieautomaat over die puma of die wolf praten. Ik vind het wel erg. En ik zal u uitleggen waarom. Want er is al relatief weinig geld in de journalistiek. Waarom gooien we dan goed geld naar slechte journalistiek? Want dat vind ik dit. Het is maar een puma, kunt u zeggen. Maar ik zal u een voorbeeld geven van een verhaal dat langs dezezelfde lijnen gaat. En dan ga ik de hand diep in eigen boezem steken. Een verhaal van enige tijd geleden waarbij het wel erg was. Dit soort hypes. En waarom wij daar als journalisten allemaal achteraan lopen. Kunt u zich dit nog herinneren? Het is ook een beestje. Het is de Millennium Bug. Dag, dag, maand, maand, jaar, jaar. Wij noemden het Y2K. Op 1 januari 2000 zouden in de hele wereld computers ermee ophouden, omdat computers werken in hun programmatuur met een datumaanduiding die het jaar alleen maar uit de laatste twee cijfers liet bestaan. Dus het was 31-12-99. En als dit 010100 zou worden, dan zouden er wellicht vliegtuigen uit de lucht vallen. Het water kwam niet meer uit de kraan. U kreeg al helemaal geen guldens, want die hadden we toen nog meer uit de flappentap. Het was een groot probleem. Dit probleem dook op begin jaren 90. In Amerika. Sterker nog, in Canada. Maar dat zal ik u zo uitleggen. Er ontstonden wereldwijd taskforces om dit op te lossen. Want dit was echt een probleem. Ziekenhuizen, intensive cares, auto's. We konden computers kopen, zelfs op een goed moment met een hele grote sticker erop. Millennium Proof. Dus er werd over de hele wereld hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Ik werkte toen bij KRO Reporter. Wellicht aan u wel bekend. Ik mag hopen van wel. Prachtig programma. Ik werkte daar al enige tijd en een collega van mij en ik zijn daarin gedoken. Want ja, Jan Timmer, toen net afgetreden als president-directeur van Philips, was de voorzitter geworden van onze Nederlandse taskforce. Die was bij Wim Kok geroepen, toen onze premier. Er was een hoop geld ter beschikking gekomen. Het ging naar de provincies voor de waterschappen. Het ging naar gemeenten om het op te lossen, de basisadministratie. Ziekenhuizen konden er een beroep op doen. Dit moest gerepareerd worden. De toenmalige president van de Verenigde Staten hield er zelfs op het Witte Huis een meeting over. Een high-level meeting, zoals dat dan heette. En daar werd besloten, ja, dit moet opgelost worden. Dus over de hele wereld werkten een heleboel instellingen zich behoorlijk de tandjes, zoals dat dan netjes heet. Wij maakten daar een prachtige documentaire over bij KRO Reporter. Die is verkocht tot over de hele wereld. Ik ben wereldberoemd in China. Wij hadden daar 100 miljoen kijkers. En hij werd verkocht hier in Europa en hij werd elders verkocht. Mooi verhaal, goed gedaan, top. En toen werd het 12 uur 's nachts op 31 december 1999 en de klok sloeg om en het was 1 januari 2000 en er gebeurde niks. En wij trokken een deken over ons hoofd als journalistiek en gingen verder met ons werk. Wij hebben bij Reporter er nooit meer een documentaire over gemaakt waarom er nou niks gebeurde. Nou, mooi gedaan, zeiden we tegen elkaar. Hebben ze het allemaal goed opgelost? Ze hebben er hard aan gewerkt. Goed opgelost. En toen werd het 2008.
En toen schreef een Engelse journalist, we zien hem hier, Nick Davies, een boek. Nick Davies werkt inmiddels bij The Guardian. En als u hem een beetje volgt, dan ziet u dat hij bijna aan ieder groot verhaal meewerkt dat op dit moment naar buiten komt. De onthullingen via WikiLeaks, de afluisterschandalen in Engeland, bij The News of the World. Hij werkt nu voor The Guardian en hij is een grote in het vak. Ten tijde van dit boek was hij freelancer. Hij schreef het boek Flat Earth News. Het is tot op de dag van vandaag de moeite van het lezen waard. Ik kocht het boek en ik dacht, ha, ik ga eens even lezen. Want het werd aangekondigd als het boek waarin wordt beschreven hoe de journalistiek steeds meer een soort copy-paste vak geworden is. Je krijgt een persbericht, je knipt eruit wat je leuk vindt, je plettert het in de krant klaar. Hij beschrijft dat, hij heeft daar onderzoek naar gedaan met behulp van een universiteit. Hij heeft de kopij van de kranten geanalyseerd. En daaruit blijkt inderdaad dat in Engeland 60% van de persberichten gewoon zonder een telefoontje de krant haalt. Er was maar 12% van de berichten waaruit bleek dat er überhaupt iets gecheckt was. Dus ik kocht het boek en ik dacht, mwah, lekker. Ik ga lezen hoe onze collega's er een zootje van maken in Engeland. En ik sloeg het open en op de allereerste pagina stond ik zelf. Want hij ontleedde het verhaal van de Millennium Bug. En hij beschrijft dat wij daar dus met z'n allen wereldwijd in mee zijn gegaan. Hij zegt, er zijn twee verklaringen mogelijk. De believers die zeggen, nou, hè, wat wij ook zeiden bij Reporter, hard gewerkt, goed gedaan jongens, geen problemen. Maar er waren ook heel wat landen in de wereld en ook heel wat bedrijven in de wereld die geen geld hadden om die bug te fixen. En daar zijn ook de vliegtuigen niet uit de lucht gevallen. En daar kwam ook het water nog steeds uit de kraan. Dus ja, het was misschien wel gewoon een hoax. Het was een hype. En ik ben me gaan afvragen, waarom ging ik daar nou in mee? Wat heb ik niet gedaan wat een goede journalist moet doen? En dan moet ik toch tegen mezelf zeggen dat ik niet goed genoeg mijn eigen tegenspraak heb georganiseerd. Gezorgd dat ik ook meer meningen hoorde van mensen die zeiden, ja, nee, maar. Weet u, het komt een beetje neer op onze angst misschien wel voor computers. Want computers zijn dingen die dingen doen zonder dat wij daar nog een zeggenschap in hebben. U kent wellicht het programma Little Britain. Daarin zit zo'n geweldige scène van een mevrouw achter een bureau. En die krijgt vragen en het enige wat zij steeds terugzegt is als ze twee toetsen aanroert. Computer says no. Daar speelt dit wel een beetje op in. Onze angst dat die computer met ons op de loop gaat. Computer says no. Ik had hele goede experts gevonden die mij uitlegden waarom dit echt gefixt moest worden, dit probleem. En toch had ik niet goed genoeg mijn eigen tegenspraak georganiseerd. En dan kan je zeggen, is dat erg? Nou, in dit geval, het is geen puma op de Veluwe. Er is wereldwijd $400 miljard besteed aan het fixen van de Millennium Bug. En dat is dus wel erg. En journalisten gingen het zien als het topje van de ijsberg. We moeten het wel doen, want het is een heel groot probleem. Vervolgens gingen beleidsmakers zich ermee bemoeien. Politici gingen zich erop profileren. Er werden taskforces voor ingesteld. Er werd geld aan uitgegeven. De hype was compleet. En allemaal afkomstig van één ICT-consultant in Canada. Die in 1993 een klein stukje in de krant schrijft, omdat er echt wel wat systemen waren die een probleem zouden hebben. En hij vond dat er iets meer aandacht voor moest zijn. En dus ging hij naar het congres in Canada en daar hield hij een praatje. En toen werd hij uitgenodigd door het congres in Amerika. En zoals we dan zeggen, the rest is history. Tegenspraak. Dat moeten we dus organiseren. En dat is dus op dit moment, denk ik, makkelijker dan ooit. Want u heeft als consument van nieuws, consument van journalistiek, de middelen tot u om dat te doen. U kunt ons tegenspreken. Ik durf te hopen dat als er op dit moment weer een Millennium Bug zich zou voordoen, dat wij van u commentaar krijgen. En dat er ergens in onze wijde kring van al die mensen die ons lezen en bekijken, mensen zijn die zeggen, ik weet beter en ik ga u helpen om het beter te snappen.
Want waar we uiteindelijk op uit zijn, is op betrouwbare journalistieke informatie die de samenleving helpt zich beter te organiseren. En dus zal ik u, journalist, helpen daarbij. Ik zal terugpraten. Even terug nog naar die wolf. En toch ook nog even terug naar die millenniumbug. Bij deze wolf hadden we het probleem dat er twee keurige instituten waren die zeiden dat die wolf inderdaad zelf de weg had gevonden vanuit de Karpaten naar Nederland. En 2 maanden later moesten ze dit terugtrekken. Want toen hadden ze hem echt goed bekeken. En toen bleek hij gewoon in Polen langs de weg te zijn doodgeschoten. Hadden wij dit kunnen weten als journalistiek? Nee, we hadden 2 keurige instituten. We hadden misschien wel er wat minder happig op kunnen zijn om het te brengen. Wat minder groot. En die millenniumbug, ik dacht dat ik mocht hopen dat die zo snel niet zou terugkeren, die millenniumbug. En wat schetst mijn verbazing toen ik nog niet al te lang geleden deze krant uit de brievenbus pakte en daar zag de nieuwe millenniumbug. Wilt u mij 1 groot plezier doen? Als u dit leest en het blijkt niet te kloppen, wilt u dan de journalist in kwestie dat laten weten? Wilt u alstublieft terugpraten? Wilt u alstublieft helpen om de journalistiek beter te maken? Dan geef ik u in het volgende college iets meer inzicht in 1 van de bronnen die wij als journalistiek graag gebruiken. En dat is de klokkenluider.